sesamrepen met rozijnen en cranberries. Of gewoon mueslibars. We hebben hiervoor havermout nodig. Pompoenpieten ga ik gebruiken, zonnebloempieten, sesamzaadjes, pistachenoten, een notenmengeling, gedroogd fruit, rozijntjes, pindakaas, dadels, honing. En dat is het zo. Ik ga beginnen met van elk zaadje 1 kommetje af te wegen. 1 kommetje havermout, 1 kommetje sesamzaadjes, een beetje zonnebloempieten, ook 1 kom. En je mag daarvoor eigenlijk een notenmengeling of een mengeling van pieten gebruiken dat je zelf graag hebt. De notenmengeling ga ik heel eventjes hakken, dat ze een beetje fijner zijn. En we mengen alles tezamen. Net hetzelfde met de pistachenootjes. Zo. Ik mix dat eigenlijk zodat dat zelfs beter aan elkaar gaat plakken. Want als de noten te grof zijn, dan is het niet zo simpel om alles aan elkaar te laten kleven nadien. Belangrijk is dat je dat even grilt in een hete pan zonder boter. Er gaat een klein beetje olie uit de zaadjes komen en dat geeft echt meer smaak. De zaadjes en de nootjes zijn zo een klein beetje geroosterd en dat is toch wel veel lekkerder. Alles in een grote kom, want je gaat zien, het is heel veel dat je krijgt. Heel veel mueslibars kan je daarmee maken. En we gaan die natuurlijk moeten binden met iets. Daarvoor gebruik ik honing, dat ik een beetje opwarm, dat die goed liquide wordt, en pindakaas. De pindakaas die laten we smelten in de warme honing. Goed roeren tot je een mooi sausje krijgt. We gaan er ook wat dadels aan toevoegen. Dus die snij ik in twee. Ik haal de pieten eruit. En ga ik nadien nog in kleine stukjes snijden en toevoegen aan onze mengeling van zaden en noten. Die dadels die gaan er ook voor zorgen dat het geheel mooi aan elkaar blijft plakken. Rozijntjes, een mengeling van rozijnen en cranberries. Alles goed door elkaar mengen. En dan komt onze honingpindakaas erbij. Het lijkt in het begin veel te droog, maar je moet het goed kneden dat het goed aan elkaar begint te plakken. En je gaat zien, door de pindakaas en de honing gaat de havermout ook een klein beetje wakker beginnen worden en gaat de koek beter aan elkaar plakken. Pak een grote schaal waar we eerst wat bakpapier in doen. En daar doen we al onze zaadjes in. Heel onze mengeling wordt daarin gedaan. Een beetje bakpapier erboven en met een deegrol wrijf ik het goed plat, dat het goed stevig aan elkaar plakt. En dat moet ongeveer 1 nachtje rusten in de koelkast. Door het feit dat het in de koelkast staat, gaat dat ook een beetje wak worden en krijg je straks, of morgen vroeg beter gezegd, mooie stevige mueslirepen. Voilà, dat is het. Een heel schaal vol muesli. Die gaan we goed met een scherp mes in repen snijden. En dan krijg je gewoon klassieke mueslibars of energierepen. Het ideale receptje om mee te geven aan de kinderen naar school of gewoon als energiebar of tussendoortje. Mueslibars of sesamrepen met rozijntjes en cranberries. Juist hoeveelheid en bereidingswijze vind je op onze site delijze.be. Veel succes! Delijze. Goedkopen. Goed eten.